Een hele goede morgen. Ik heb Jordi al eten gegeven. Liam die krijgt nu eten en is al lekker aangekleed. En ik moet zelf alleen nog even mijn haren doen, schoenen aandoen. Want wij moeten zo dadelijk naar de logopediste. Ja. Maar nu eerst eventjes het nieuws verder kijken. Nou, we hebben net logopedie gehad. Alleen het nadeel is gewoon dat Jordi niet meewerkt. Dat is gewoon echt een nadeel. Het nadeel is gewoon op dit moment met logopedie. En dat is echt oprecht zo. Kijk, bij de fysio werkt hij ook niet altijd mee als ze thuis komt. Maar door die richtlijnen mogen ze gewoon niet bij ons thuis komen, die logopedisten. En dat is helemaal, ik snap dat, hè. Ook het begrip is er gewoon. En ik snap dat je moet uitkijken. En je zit toch met risicokindjes, zoals Jordi bijvoorbeeld. En ik snap dat allemaal, hè. Ik bedoel daar niet op die manier. Maar het nadeel is gewoon, hij werkt niet mee. Hij werkt veel beter mee in een thuissituatie bijvoorbeeld. En op dit moment is gewoon echt het nadeel dat hij gewoon echt niet meewerkt. Hij zit in een andere stoel. Niet de eentje zoals hij thuis heeft natuurlijk. Op dit moment zie ik het nut van logopedie even niet. Misschien even heel stom dat ik het zeg. Maar op dit moment zie ik het gewoon heel even niet. Klinkt stom. Maar het is zo. Wij zijn inmiddels weer thuis. Ik heb even fruitje gemaakt voor zowel Jordi als Liam. En Liam en Jordi krijgen allebei aardbeidje, peer en kiwi. Ja! Yeah! En Jordi krijgt dat ook, maar dan met een koekje en alles wat hij er altijd in heeft. Hoppakee. Dus die krijgt hij ook. Hij zit ondertussen ook even Pumba te kijken. En Liam die zit ondertussen Joef aan te proberen te halen. Liam, kijk eens. Aap, goed zo. Ja, lekker hè. Nou, Jordi weer. Ondertussen staat de tv ook aan, ja. Mama! 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 Vind je dat lekker, die stinkvoeten? Baba! Ze hebben allebei al geslapen. Jordi heeft net zijn antibiotica gehad. Ligt nou eventjes zijn ranja weg te drinken met juf Roos. En ik ben even met Liam lekker aan het kroelen. Met Jordi heb ik net ook al gekroeld. Maar ze waren tegelijk wakker. Dus ja, dan willen ze er wel uit natuurlijk, hè? Ja. Vind je dat lekker, je teen? Hoe is het? Nou, ik wou dat ik zo lenig was. Met je lekkere dikke beentjes. Lekkere spekbeentjes van jou. Oeh. Is het papa? Mama. Zit jij mama nou gewoon uit te lachen? Zit jij mama nou gewoon uit te lachen? Okay.
bellen. Een hele goede morgen. Jordi heeft al eten gehad. Die zit nu lekker te spelen in zijn box. En Liam, die heb ik net wakker moeten maken. Die was wakker geworden, maar ook weer in slaap gevallen. Dus die heb ik net wakker gemaakt, zodat hij lekker zijn flesje kan drinken. En dat hij met de rest niet in de problemen komt. En Jordi heeft normaal altijd fysio vandaag. Maar omdat Jordi iets meer snotterend wakker is geworden dan normaal. Wij snotteren eigenlijk, Niels, ik, Jordi, ook Liam, snotteren eigenlijk het hele jaar door. Maar ja, zolang het niet erger is of wordt, is er natuurlijk niks aan de hand. Maar Jordi is nu iets meer snotterend wakker geworden als wat hij normaal doet. Dus ik heb de fysio ook even een berichtje gestuurd van ja, zeker of het onzekere nemen, toch maar afzeggen. Want ja, ze werkt natuurlijk ook met andere kindjes en die kan dan ook weer aangestoken worden met de verkoudheid. Het kan ook zijn dat het van antibiotica afkomt, want daar kan ook een dat er een iets of een verdikking is van ja, in ieder geval wat er in zijn neus loopt en alles. Dus daar kan het ook aan liggen. Er stond in ieder geval in de bijsluiter, dus ja, dat kan. Ja, dus dat betekent vandaag ook niet dat hij fysio heeft. Dus we gaan dadelijk zelf even fysioën. Normaal doe ik dat midden op de dag ergens. Maar nou ga ik dat dadelijk vanochtend doen. Kijken of hij het ook van mij accepteert als ik het 's morgens doe met hem. En ik ga Juveel even wegjagen. Draaien. Goed zo.
Zo. Kom je naar mama? Ja, goed zo. Goed zo. Goed zo. Kijk goed. Nee, je moet goed doen, hè. Je weet hoe het moet. Stappen. 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 Goed zo. Nog een keertje stappen. Nog een beetje stappen. Goed zo. Goed zo. Je voetjes aan. Oeh, goed gedaan. Oeh. Nee, staan. Blijf staan. Jordi, staan. Vasthouden. Nee, je moet vasthouden. Vasthouden. Gaan we draaien. Draaien. Goed zo. Goed zo. Draaien. Goed zo. Goed vasthouden, hè? Goed vasthouden. Lopen. Stappen. Lopen. Stappen. Lopen. Hey, daar is je kleine broertje. Stappen. Doe maar een kant duwen. Zo. Stappen. Zeg maar, weg jij. Ja. Stappen. 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 Draaien. 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 Stappen. Goed opletten, Jordi. Stappen. Jawel, dit kan jij. Dat zie je toch? Zullen we naar de gang lopen dan? Wil je naar de gang lopen? Stappen. 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 Liam, wat ben je aan het doen? Een minuutje later en hij is erbij. Ja. Hij doet dat met draaien en wormen en draaien en weer wormen. En dan heeft hij hem. Ik kon het niet meer filmen, want Jordi die ging er vandoor. Die zit nu weer in zijn box. Ik dacht straks, ik ga ook een uurtje slapen. Niet gelukt. Liam die heeft wel lekker geslapen. En Jordi heeft lekker geslapen. Hij is niet zo helemaal lekker. Ik denk dat dat komt door de antibiotica. Morgen laatste dagje. Dus dan hoop ik er weer een heel eind vanaf te zijn. Maar voor nu ben ik aan het koken. Ik ben boerenkoolstamp aan het maken met worstjes. Liam die krijgt het ook. Want ik doe dat voordat ik de kruiden erin doe. Doe ik dat er al uit halen. En dan Jordi eet wel gewoon helemaal volledig met de pot mee. Dus ja,
En hier is iemand heel goed aan het oefenen. Ben je aan het oefenen, jongen? Ja, in ieder geval. Ja, ik heb eigenlijk merendeel vanmiddag gespendeerd om even een uurtje te proberen te slapen. Maar toen was Jordi alweer wakker, dus dat is ook niet gelukt. 10 minuten gelegen. En daarna ben ik eigenlijk met kindjes aan de gang gegaan. Want toen was Jordi wakker, heb ik met hem geknuffeld, gekroeld en alles. En even gespeeld. En toen heb ik hem antibiotica en de hele zooi gegeven. Drinken. Toen was Liam alweer wakker, toen kon ik Liam doen. Dus, en nu ben ik aan het koken. Dus ja. Ik ben een beetje moe. Maar ik ben van plan om straks gewoon lekker op tijd mijn nest in te duiken. En voor een keer een nachtje heel goed doorslapen. Maar ja, we gaan kijken of dat gaat lukken. Soms lukt dat niet. Nou, de kindjes liggen op bed. Dat was nog wat. Rond het avondeten kreeg Jordi van die boze buien. En toen Niels hem net op bed ging leggen, toen was hij nog steeds een beetje boos. En toen stootte hij zijn hoofd ook nog eens heel hard aan het bed. Dus toen was het weer schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. Maar hij is nu in slaap. Ik ben benieuwd hoe het vanavond gaat. Niels is heel eventjes sporten. En ja, ik ben heel eventjes de keuken aan het opruimen. En eventjes de boel aan het recht trekken hier. En dan is het voor mij ook avond. Gelukkig. Ik ben blij als ik straks mijn bed in kan. Maar ja, dat hadden jullie denk ik al eerder in de gaten. Maar goed, ik ga heel eventjes verder in de keuken. En dan mijn ding doen hier nog. En dan een keer mijn nest in. Oh ja, en straks natuurlijk even afsluiten als Niels terug is. Niet doen! Niet doen! Oh, Niels is aan het vervelen. Hij heeft nog niet genoeg energie kwijtgeraakt met zijn sporten. Maar het sporten was goed? Ja, dat was fijn. Okay. Ik ben mijn energie weer kwijt. Mooi. Kindjes liggen lekker op bed, nog steeds te slapen. En Jordi heeft ook gewoon doorgeslapen met zijn kop. Zal morgen wel blauw zijn. Ja, zijn bed staat op een andere plek. Dus ja, dat is nog even wennen voor hem. Ja. Dus hij werd even anders in bed gelegd dan dat hij verwachtte. Ja, joh, als jullie dus een blauwe plek op zijn hoofd zien, dan weten jullie waar het vandaan komt. Maar ja, wij gaan lekker ons bedje in en alles. En we gaan deze episode nou ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.